Welkom bij weer een nieuwe video en vandaag geef ik een aantal dumbbell oefeningen voor de quadriceps. Nummer 1 is de goblet squat. Deze oefening kun je uitvoeren met een dumbbell, maar hij valt ook prima uit te voeren met een kettlebell of een los gewicht. Je zet je voeten iets breder dan schouderbreedte uit elkaar en je houdt de dumbbell tegen je borst staan en vanaf daar zakken we naar beneden. Waar je op wilt letten is dat je knieën in lijn staan met je tenen en deze niet naar binnen of naar buiten toe knikken. Verder willen wij erop letten dat onze wervelkolom in een goede positie houden. Veel mensen zijn geneigd om recht naar voren te kijken, maar dit is fout. Wat je beter kunt doen is 2 à 3 meter voor je een punt op de grond kiezen en daarna blijven kijken. Voor heel veel mensen is dit een goede startpositie. Nummer 2 is de reverse lunge. Voor de reverse lunge kun je 1 dumbbell tegen je borst aanduwen of waarin beide handen 1 beet houden zodat je zwaarder kunt trainen. We zetten 1 stap achteruit en zakken door onze knieën. Waar je op moet letten is dat je knie en heup zich beide in een 90 graden hoek bevinden. Een veelgemaakte fout is dat mensen een te kleine stap achteruit zetten waardoor ze de oefening niet goed uitvoeren. Een andere veelgemaakte fout is dat het bovenlichaam te veel naar voren kantelt. Wanneer je op de dubbele 90 graden hoek let, zijn alle 2 deze fouten in 1 klap te verhelpen. Ook kun je explosief terugstappen of op dezelfde plek blijven trainen. Om spiermassa op te bouwen is het aan te raden om op dezelfde plek te blijven staan, omdat je op die manier meer spanning op de spier houdt. De Bulgarian Split Squat. Voor deze oefening heb je een bankje, een traptreden of een ander opstapje nodig. Om de oefening uit te voeren plaatsen we 1 voet op het bankje en zetten we een stap die groot genoeg is om weer de dubbele 90 graden hoek te vormen. Wanneer je zakt wil je niet met je knie de grond aanraken. Zo houd je een goede spanning op de spieren en bespaar jezelf ook nog eens kniepijn. De Seated Dumbbell Leg Extension. Voor deze oefening heb je een bankje of iets anders nodig waar je op kunt gaan zitten. Deze oefening is lekker makkelijk en het enige wat je hoeft te doen is een dumbbell tussen je voeten klemmen en vervolgens je benen strekken. Step-ups. Voor deze oefening heb je weer een bankje of iets anders nodig waar je op kunt stappen. Je kunt de oefening weer met 1 dumbbell tegen de borst uitvoeren of 1 in iedere hand. Dat laatste heeft mijn voorkeur omdat het zo een stuk makkelijker is om je balans te houden. Wanneer we op de ophoging stappen willen we onze quadriceps zoveel mogelijk werk laten doen in plaats van onze kuit. Ik zie heel veel mensen de oefening verkeerd uitvoeren omdat ze zichzelf afzetten om zo sneller boven te komen. Zeker wanneer ze moe beginnen te worden. Probeer dit dus vooral te vermijden. Wil je nou nog meer dumbbell oefeningen zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je allemaal dumbbell oefeningen voor het hele lichaam. Bedankt en tot volgende week.